In de Nijmeegse Benedenstad kunnen inwoners hun tuin vergroenen met een gratis boom. Deze was vrijdagmiddag op te halen. Er worden sier- en fruitbomen uitgedeeld als onderdeel van een bredere actie van de gemeente om de stad groener en duurzamer te maken. De gemeente Nijmegen maakt zijn stad een stukje groener. Inwoners met een tuin konden vandaag een gratis boom ophalen. Zo ook in de Benedenstad. We willen graag een groene stad zijn en we weten dat we niet alleen op onze eigen grond bomen kunnen planten. Dat we daar ook graag de hulp van inwoners bij vragen. Veel inwoners hebben een tuin bijvoorbeeld waar ze nog wel een boom in willen planten. En daarom delen wij die uit deze week en vorige week in verschillende wijken in de stad. Niet alleen in de Benedenstad kon zo'n boom worden opgehaald. Ook in andere wijken. Nou, we hebben een goed beeld van waar de wijken minder groen zijn. En daar willen we juist ook bomen uitdelen. Dus we zijn in Bottenaal, de Benedenstad, in Nijenveld en Neerbos geweest. Met initiatieven als deze wil Nijmegen samen met inwoners werken aan een groenere en gezondere stad. Wij zijn ook bezig altijd met vergroenen. Dus er zijn grote projecten. We staan hier aan de rand van het centrum. Bijvoorbeeld Kelfkesbos gaat enorm vergroend worden bovenop de parkeergarage. En door alle wijken waar bewoners met initiatieven komen, kunnen wij ook helpen. En waar wij kunnen vergroenen, zullen we dat steeds doen als we straten bijvoorbeeld opnieuw inrichten.